Yo, yo. Ik zit nu op een Orbeez bad met mijn kokosnoot. Dit is veel beter dan een luxe boot. Ik heb geen bitches, ik heb Myron. Kijk, de auto is weg. En wat hebben we hier? Ta da 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 ta ta. Knol power. Goedemorgen. Kom je ontbijten? Nee, dus. Jawel. Maar het is een beetje laat geworden gisteren. Beetje. Even opladen. Ja, doe maar. Ik denk dat het wel werkt. Zo slaap ik altijd. Dan laat ik extra op. Oké, het was gisteren 6 uur geworden. Ja, jeetje. Maar was het leuk? Het was geweldig. En je was ook goed, hoorde ik. Ik was super goed. Nice. Toppie. En nu ontbijten. Ja, ik hoor dat alles al klaar staat. Ja, kom maar. Kom maar, volg je camera maar. Kom maar. Hey, pyjama man. Hey. Opbouw man. Hey. Lekker geslapen. Ja, we hebben geanderd, hè, gisteren. Ja, hey. Niet normaal. Het was wel een beetje laat, maar... Zo. Oh, ik kom bij het goedemorgen. Hey. Oh. Hey, eitjes. Zullen we leren, hè? Nee. Oeh, zijn heet. Oeh, au, oeh, heet, heet, oeh, ha, ho. Ja. Wauw. Jij verpest het ook altijd weer, hè? Shit. Zijn ook helemaal kapot. Super. Ik dacht dat dit mee zou lukken. Na gisteren. Hij denkt, ik kan nu alles, maar schijndrift. Ik wil hier niet meer zijn. Nee, ga maar weg. Verdomme. Hij is wel goed nu, of niet, het bad? Je bent er nog, hoor. Hij heeft je bent er nog, hoor. Ik zie hem niet. Ah! Oh. Oh. Ga nog eens liggen. Hey, serieus, ga nog eens liggen. Wat is er? Kom eens liggen. Ga eens liggen. Van in die balletjes. Wat dan? Op je rug. Op je rug. Op mijn rug? Ja, ja. Moet je checken. Dit is echt insane. Ja. Even ontspannen. Ja. Oké. Wat grappig eigenlijk. En nu moet je weer omhoog komen. Nu omhoog? Ja. Even rug. Even rug. Wow! En nu is het weg. Allemaal stipjes op je rug. Ja, echt heel erg. Als ik een soort van chameleon ben. Maar dit is echt bizar, hè? Omdat het nu al wat langer staat, dit Orbeez bad, is het zeg maar meer gaan opzuigen, het water. En daardoor heb je minder water en meer balletjes. Waardoor je dus gewoon niet meer in één keer op de bodem komt. Kijk, als ik dat gewoon zo laat vallen. Kijk, nu lig ik gewoon. Lig je echt? Ja, ik lig gewoon, kijk. Oh ja. Zie je? Ja, sick. Dus wat er gebeurt, is dat... Oh. Is dat je niet meer in één keer helemaal naar beneden gaat. Snap je? Ja, ik snap het. Dus dat wil ik even zeggen. Goedemorgen, hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Oké? Okay? Ja, top. Nu ontbijten. Ik ben ondertussen het eitje aan het pellen die ik heb laten vallen. Nou, gaat het me goed, hoor. Kijk dan, ik mis helemaal niks. Niks aan de hand. Heeft hij ook nog geluk, hoor. Heeft hij gewoon 2 eitjes. Maar wie heeft er dan nu geen eitje? Nee, deze is voor jou. Nee, gast. Ik wil niet die. Nee, ik gast. Heb het ontbijt gemaakt. Ik wil gewoon een net eitje. Ik heet Enzo Knol. Jij mag er wel 2, hoor. Je hebt helemaal geen gast. Ik wil deze. Wil jij? Hier, Mees. Ik heb een eitje voor je gepeld. Nee, ik hoef niet. Wil je me in je drink hebben? Nee, dat wel helemaal niet. Ik wil wel. Ja, wij willen hem eens drinken. Niet weer! Ik heb hier stoppen! Al klaar! Ben ik helemaal klaar? Even bellen. En goed, hè. Oké, wat er nu gaat gebeuren. Wacht even, hier achter je kont ligt een stukje. Ik ben hier het eitje goed geschrokken van jouw gezicht, hè? Dat is niet normaal. Ik moet zoeken dat het eraf gaat. Oké.
Wat er nu gaat gebeuren. Marvin, die heeft een amfibie. Een amfibie. Hoe heet het ook weer? Een amfibievoertuig. Die kan in het water en die kan op het land. Een fobie. Een fobie. Marvin heeft een fobie, jongens. Ja. En meisjes. Voor gaatjes. Ja, dit klinkt zo stom. Een fobie voor gaatjes. Maar het is echt zo. Dat is best grappig, ja. Wat gebeurt er? Gaatjes. Kijk er nu naar. Nee, ik heb toch zelf een gaatje. Snap je? Sorry, ik kan geen gaatje. Hij zat even te kijken, man. Het knipt, sorry. Ja, oké, het zijn niet die gaatjes. Oké. Okay. Nee, het zijn niet die gaatjes. Het is echt van die hele kleine gaatjes ergens in. En we kwamen daar nu op, omdat Lars die balletjes op jouw rug zag. Zei Nicole van, volgens mij is dat zo'n fobie. Maar dit was niet de gaatjes. Maar Nicole gaat het nu aan Mees en Lars laten zien. En ik ben benieuwd of één van jullie deze fobie ook heeft. Want als je het hebt, kun je er niet naar kijken. Tenminste, krijg je kriebels. Van dichterbij. Oh, shit, ik zag het! Godverdamme, ik zag het. Ik krijg echt overal kippenvel. Ja, jij ook wel een beetje, hè? Het is inderdaad niet prettig. Maar nee. Weet je hoe het komt? Ik bel me nu in dat het kip in zijn rug zit, wat er allemaal pus nou, uitstroomt. Nicole, zoek even eentje op waar die gaatjes in een hand zitten. Dat zit ook gewoon bij Google. Ik weet wat je bedoelt. Dat is zo nasty, hè? Dit is zo Want vies. Ik vind het toch wel niet een prettig beeld. Ik heb The Walking Dead gezien. Ja, dus? Ik heb K3 10.000 luchtballonnen gezien. Ik heb ook The Walking weet Dead Weet je hoeveel gaatjes daarin zitten? 3. Die ben ik ook niet bang voor. Hey, nu doe je wel lullig, maar jij hebt het ook een beetje. Hè? Jij vindt het ook niet prettig nee, om naar te kijken. Nee, maar wie vindt het stoer. Prettig om naar te kijken? Nee, je kijkt er gewoon naar de hele dag. Ik heb wel eens wallpaper. Ja, ik heb wel eens 24 uur livestream gratis kijken gedaan. Van de andere kant op hey, ziet ze het. Je weet wat voor mensen erop klikken dan. Ja. Ja. Nee, je hebt alleen wel die. Nee, ik vind dat ook echt verschrikkelijk. Oké, 3, 2. Ik ben gaan kijken. 1. Oh ja. Mag ik zien? Dat lijkt... Nee! Oh! Jezus! Oh, dat was wel erg. Sorry. Dat lijkt een beetje op die gast. Oh, ik krijg er echt tranen van gewoon. Serieus, ik kan er echt niet tegen. Zo erg. Het lijkt een beetje op die gast van Pirates of the Caribbean. Oh, je hebt echt tranen. Ja, ik kan er echt niet. Ik krijg echt zo'n zieke rilling over mijn... Zo erg heb ik het niet. Echt heel erg. Heftig. Ja. Oh. Dat is wel heftig, hè? Hey, maar dat krijg je dus als je te lang in het water zit. Nee, echt alle gaatjes. Nee, dan krijg je oude opa handjes. Een oude oma handjes. Iedereen bang met zwemmen deze zomer. Ja. Niet te lang, want ik heb gaatjes. Dat is sowieso ook Photoshop. Die. Ben je ook bang voor tennisrackets? Nee. Tennisrackets? Die rond zijn. Ben je bang voor een tennisracketbal? Ik ben nergens bang voor, alleen een beetje voor hele kleine kaartjes. Ja, maar in kaartjes. Tennisrackets toch maar het is allemaal ingezoomd, hè. Dat is het. Het zijn, ja, ik weet niet. Ik weet niet waarom ik er bang voor ben. Er staat een uitleg bij. Komt goed, we nemen een gaatjestraining. Nee. Oh. Kijk, zoals hier zie je ook hele kleine stipjes of zo, maar dat vind ik niet erg. Oké. Okay. Maar zijn ook geen gaatjes. Nee, maar anders was je ook bang voor je eigen gezicht. Ja, voor poriën. Nee, voor je sproetjes. Of voor je neusgaten. Oh, wat is dit? Doet. Nee, ik ben niet bang. Ben niet bang voor jezelf. Kijk naar de spiegel. Fuck, oh shit, oh dat was ik. Oh shit. Ik heb dat wel eens hoor, dan word ik zo wakker en dan kijk ik zo. Oh shit. Weer. Oh. Ik heb wel eens dat ik de hele ochtend niet in de spiegel heb gekeken. Heb je dat ook wel eens? De hele ochtend niet in de spiegel? Nou, dat is niet zo raar als je om 10:12 wakker wordt. Ja. Hè, of niet Lars? Ik heb al de hele ochtend geen spiegel aangemaakt. We hebben nog geen spiegel gezien. Ben ik eigenlijk? Nou, we hebben weer een eitje. Zullen we die weer eens even lekker omhoog gooien en opvangen met ons mondje? Zullen we opvangen met dit gaatje? Ik ken een trucje, hè? Dit is echt serieus knap. Wat heb jij een mooi strikkoord? Oké, komt ie. Kijk. Let op, hè. Ja, je hebt hem geüpt, hoor. Je hebt hem echt geüpt. Kijk, dat heeft karma. Hij liet die eitjes kapot vallen. Nu zijn ze echt kapot. Ja. Hey, maar even serieus. Als het eitje heel bleef, had ik hem gewoon gehad. Dan ben ik me zeg waar. Zit hij hem in zijn mond te stoppen vast in je nek. Ja, maar dat is echt zo. Serieus. Nou, ga nu maar van de grond. Je zit hier nog een beetje en zo. Moet je hem even opeten. Naar de andere kant. Dat is ook een beetje naar je baard.
Overal ei. Ja, wees. Ik ruim het zo op. Ik ga eerst even wat anders eten. Zo. Maar leuk dat jullie kijken allemaal naar het Goede Nieuws Vlog. Wordt weer een topdag vandaag. De zon schijnt. Lucht is blauw. Maar we gaan nu naar buiten. Teletubbies. Kom maar, gauw. Ja, daar zit er al één. Yes. Yeah. Ben je klaar nu? Wil je mijn balletje? Nee, ik hoef je vieze balletje niet. Dat is Mario, die eet nooit een oranje balletje. Dan vragen ze, wil je mijn balletje? Angst voor gaatjes. Vraagt hij toch ook niet? Nee, ik vraag gewoon niet, wil je mijn balletje? Wat heb je net ingeschonken? Karnemelk. Vind je dat lekker? Ja, ik vind het echt lekker. Maar er zijn heel veel mensen... Heel veel mensen vinden het niet lekker, maar er zijn ook wel wat mensen die het wel lekker vinden. Nee, heel veel open oma's vinden het lekker. Karnemelk. Ik heb serieus... Dit is echt geen grap, hè. Dit is niet om lullig te doen of iets. Nee, vertel. Ik heb nog nooit iemand ontmoet op jouw leeftijd die karnemelk lekker vindt. Oh, ik wel. Ja? Nee, genoeg. Ja. Ja, echt waar? Ja, oprecht. Oh. Oh. Oh? Ik vind het ook niet lekker. Nou, volgens mij mag ik eens proeven. Volgens mij lust ik het wel. Nou, het is dat we met z'n... Oh, ja. Oh ja, wow, dat is het. Oh ja, dat heb ik helemaal niet gehad. Maar die geur, dan herken je dat in één keer. Ja. Oh, mag ik ook? Ja, ik lust dit wel. Ik vind het wel lekker. Dat is toch niet zo vies? Serieus? Ja, dit smaakt gewoon een yoghurt achter. Gaf. Oh ja, die geur. Oh ja. Dat ga ik al liever fucking drinken. Dit ken ik wel. Dit ken ik wel, ja. Via een neus is niet lekker. Gast, dit is zo ranzig, ouwe. Dit is zo ranzig. Wat zeg je nou? Ik versta hem niet, hoor. Gasverdamme, gast. Gasverdamme. Ja. Nog iets katerig, je bent een zeist. Godverdamme. Smaakt naar kurk. Je hebt een druppel aan je neus die nu net viel. Ah, ik heb een druipen. Nou, dat vind ik niet zo lekker. Dat vind ik echt niet lekker. Het is een beetje yoghurtachtig. Dat zei ik ook. Oh, zei ik dat ook? Lekker, ja. Oh, goed. Ik heb het echt lang niet gehad. Nee, ik heb het ook heel lang niet gehad. Maar dankzij jou, Mees, hebben we ervaren hoe vies het is. Zij vond het lekker. Oh, lekker. Ja. Nou, geniet van je karnemelk, jongen. Dank je. Lekker slaap vannacht ook? Ja, we hebben best even geslapen. Top. Lekker gedroomd? Ik droom niet. Nee? Waarom niet? Te kort. Te kort? Ja. Wat te kort? Je ziet te kort. Oh, kort geslapen. Nee, ik droom het heel af en toe maar. Nee, je droomt dat, maar je onthoudt het niet. Nee, dat. Maar dat is echt af en toe dat je het onthoudt. Heb ik. Ik onthoud het altijd. Maar vannacht niet meer. Oh ja, dat doe je nu omdat ik aan het filmen ben. Hè? Vannacht toevallig niet meer. Oh, ik ben vergeten. Zo jammer. Oh, ja, dat jammer. Was gewoon een verhaal over dat Lars binnenkwam. Nou, vul de droom in die Nicole heeft gehad. Ja, en de leukste ga ik vastzetten in de reacties. Verzin een droom die Nicole, waarvan jullie denken dat Nicole die heeft gehad. En ik ben heel benieuwd. Je neus is zo goor, hè? Mijn neus is goor? Ja. Maar even van lekker naar, even lekker naar je eigen neus kijken. Ik vind het leuk dat ze zo... Ik vind niet... Oh schatje, neem me niet mee. Oh schatje, wat doe je? Nee, ik ga gewoon even een lekker broodje eten. Krokodil! Wat ben je aan het doen, Mees? Ik heb mijn cool. Clash Royale. Clash Royale, jongen? Ja. Ben je aan het winnen? Ja, ik sta wel goed. Lekker, man. Zet hem ga op, hè. Ik ga deze potje eventjes gewoon pakken. Ja, toch? Ja, toch. We hebben een kokosnoot. Wauw. Deze heb ik gekocht in Oostenrijk nog. Ja, maak maar open. Oké. Okay. Hoe doe je dit? Gewoon zo? Ja, gewoon zoals je een blikje ook op. Oh! Ja. Hé, hij is open. Nu zit er een gat in. Oh, wat ga je? Oh, wat opvangen! Een gat! Pas op. Hé, niet zo lullig doen. Even deze oppakken. Nou, dat gaat goed. Dat lukt niet. Zal ik het voor je oppakken? Ja, doe maar. Het lukt gewoon niet. Kijk gewoon niet meer van de grond. Het gewoon vast aan de grond, joh. Hé, dus dit nou. Oh, ja, hij is er doorheen. Hallo? Hallo. Er zit coconutwater in. Was je nog goed? Coconut milk. Ik hou van kokoswater. Melk. Ah, kokosmelk. Ik hou van kokosmelk. hoe drink je rietje? Zo. Hoe drink je rietje? Wow! Lekker.
Zo, dat is geinig. Ja, dat is lekker. Coconut water en melk. Ja, dit is gewoon puur coconut. Geinig zeg. Ik weet een mooie setup. We zijn op vakantie, ouwe. Ga je weer met je onderbroek? Vakantie. We gaan eens even lekker vakantie vieren. Kijk eens even. En dan gaan we zo lekker zitten. Dit is trouwens wat quarantaine dag 8 met mijn doek mensen. Zo. En kijk hier. Kijk, dikke teen. Kijk, komt ie. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Hey! Ik kan het helemaal niet vinden, maar ik heb wel iets anders gevonden. Goeie hoor. Oké. Zo. En je weet hoe goed die leven is. Zo. Dit is genieten of niet dan? Zo, tafeltje opvullen. Dit is genieten. Oh, lekker man. Oh, ik ben ook even lekker aan het plassen. Nee. Oh, dat doe ik altijd in het zwembad. Oh. Ik ga zo lekker tussen die Orbeez zitten. Ik heb echt vaak in het zwembad geplast. Ik ook. Ja, jij ook hè? Ja, jij bent als iemand die ze vaker in het zwembad plast. Ja. Ja, maar ik was vroeger gewoon te druk bezig met spelen. En dan dacht ik, boeien, ik ga gewoon hier. Ja, dat doe je, ja? Ja, jij ook. Ja, vies kind. Jij ook. Vies kind. Nee, ik durf niet meer. Nu, toen ik ooit heb gehoord... Ik weet wat je gaat zeggen. Ik doe het nu ook niet meer. Nee, ik durf niet meer. Nee. Toen ik ooit heb gehoord, er bestaan zwembaden waar je in plast dat het een kleurrijke vloeistof krijgt. Sindsdien durf ik het niet meer. Nee, dat je in één keer gaat plassen en dan ineens zo'n paarse streep achter je. Ja, dat is niet best. Weet je wat ik een keer heb gehad in Frans? Nee. Dit is ongelooflijk, Frederik. Dit is echt niet te geloven. Frederik. Ik heb een keertje, was ik aan het zwemmen, kwam ik een bruine boomstam tegen. Nee. Ja, serieus. Dit is geen gein. Vraag maar aan mijn moeder, vraag maar aan mijn broer. Godverdamme. Het zwembad moest op slot. Moest in quarantaine. Echt? Ja, serieus. Omdat iemand gepoept had. Ja. Oh. Ja, iemand had gewoon... Maar echt, serieus. Ik denk wel een XXL frikandel. Ja, serieus. Dat is echt gek falen met Enzo in het zwembad. Ik heb vorig jaar een keer gehad dat iemand gekotst had in het zwembad. Moest iedereen er ook uit. Oeh, dat is ook niet best, hè? Nee. Ja, dat is ook naar. Hey, maar gelukkig zit jij in je Orbeez. Ja, dit is geweldig, joh. Gewoon weinig water. Weinig woorden. Of al die kleurtjes betekenen dat jij al zoveel geplast hebt. Nee, dit is helemaal top. Een miljoen Orbeez. Gewoon lekker aan het chillen, man. Dit is wel echt... Dit is wel echt genoeg. Ja, fucking ontbijt zit ik hier gewoon even te eten. Zit iemand daar in een Orbeez zwembad met een billetje en kokosnoot. Het leven is waar, hoor. Het leven is erg waar. Ja, het leven kan raar lopen als je omgaat met Enzo Knol, Lars. Snap je? Wil je de kokosrap horen? Ja. Mm-hmm. Yo. Ik zit nu op een Orbeez bad met mijn kokosnoot. Dit is veel beter dan een luxe boot. Ik heb geen bitches, ik heb Myron. Doei doei. Hey, dat was super lief, ja, dat toch? Was lief. Dat was super lief, toch? Oké, retake. Oké. De eerste line doe ik even opnieuw, dat is best nice, hè? Yo. Shit hier in de bad met mijn kokosnoot. Ik heb niks nodig zoals een luxe boot. Ik zit hier lekker in het bad. Ik heb mijn onderbroek aan, zit op mijn gat. Het is lekker weer buiten, blijf binnen. Want we moeten coronavirus overwinnen. We kunnen maar één ding en dat is winnen. We kunnen maar één ding en dat is winnen. Wat prachtig. Ja, dit gaat wel lyricaal de meeste mensen te ver. Is lyricaal een woord? Ja, zeker weten. Heb ik nog nooit van gehoord. Ja? Lyrical. I'm a lyrical god. Jezus. Oké, maar wil je nog een keer? Ja. Boom. Oké, laat maar zitten. Op die beat ga ik niet spitten. Ik heb het koud! Ik ga lekker douchen.
Vries. Ga weg. Yes. Met je toiletrol. Ja. Krijg je terug. Even lekker douchen, mensen. Woe, lekker wakker worden dit zo. Ga ik even wat lekkers maken voor jullie dames. Yes. Ja, hebben jullie er zin in? Want het is weer iets met eieren. Nou, gaan we natuurlijk beginnen, hè? Met deze jongleersessie. Oh mijn god. Zeker. Nee, grapje. Nee, dat zal ik niet doen, want anders dan sneuvel ik te veel eitjes. Maar wat ik ga doen, is toch even jongleren. Oh mijn god. Ik ga iets maken wat echt ontzettend lekker is. Ik heb kookroom nodig. Het staat als het goed is in de koelkast. Juist, hier. Het is echt niet normaal, hè, hoe groot dit is. Ik wil eigenlijk een keer in de vriezer zitten. Heb je al een keer gedaan, toch? Ja, klopt. Dat vond ik echt leuk. Ik heb het nogal zo gedroomd. Op het moment dat het was. Ja? Ja, echt. Dat is echt leuk, hoor. Oh, dit hebben jullie gemaakt, hè, gisteren. Ja. Ja, daar hebben jullie nog helemaal niks over gezegd. Nee. Maar dit zijn gewoon chocoladekoekjes die jullie gisteren hebben gemaakt. En die zijn lekker. Die zijn heel erg lekker. Het is eigenlijk heel erg simpel. Je hebt eieren, je hebt kookroom en je hebt een roerbak groentemix. En ja, dat is waar je het mee doet. Kijk nou uit. Oh, maar dat gaat helemaal goed. Oh, spannend hè, met eieren. Top. Okay. We gaan beginnen. Oh, dit is goede olie. Wat is het? Super. Super. Onina. Onina. Picco. Bello. Komt ie. Nee, het moet eerst nog een beetje warmer worden. Oh my god. Ja, wat doe jij ook? Oh my god. Hoe krijg ik dit voor elkaar? Even serieus. Hoe krijg ik dit voor elkaar? Wat denk je? Zo debiel met een pan rondzwaaien. Dan jong leer ik en dan gaat het goed. En dan zwaai ik die pan rond en dan knalt die kaart hier zo voor in dat ei. Ik had het eerst geen eens door totdat jij zei... Ja, jij zocht om je heen van wat is er nou aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Nou, kom maar goed. Moet je nooit druk maken, joh. Moet je niet zo druk maken, joh. Hij is uit, hè? Oh, hij is uit. Ja, je moet niet zo druk maken, joh. Gewoon niet zo druk maken, kom maar goed. Als je lang genoeg wacht, hè? Oh mijn god. Helemaal super. Deze moet wel even weggooien, want anders gaat het hele pakje eronder zitten. Maar dat weet ik. Ja, maar dat maakt niet uit. Ja? Kijk, ik heb een eitje. Dan gooi ik ze op jou. Dat is een aardappel. Hij viel op zo'n eitje. Zo. Ja. Jongleren. Ik heb veel mensen geïnspireerd, heb ik door. Ik krijg gewoon filmpjes dat mensen proberen te jongleren. En dat ze nu ook aan het beoefenen zijn. En Lars en Mees, die geven echt alles, hè. Dat is echt niet normaal. Die gaan echt voor die minuut. Ja, ik moet ook wel weer gaan trainen, eigenlijk. Ja, je moet ook weer gaan oefenen. De eerste... Een paar dagen was je echt keihard aan het oefenen. Ja. Yo, what up? Maar dat komt omdat Mees en Lars heet het die balletjes hebben. Ja, die zijn wel echt heel erg veel aan het oefenen. Handjes wassen. Ja, ja, goed zo. Bezig. Dus dat is wel echt heel erg leuk voor de mensen thuis. Om als challenge te doen. Dat als je zeg maar nog niet kan jongleren. Dat je dat een beetje gaat oefenen. Want zoals jullie zien. Met 3 verschillende groottes. Ik ben geen master. Maar... Als je vaak genoeg oefent, dan kan je het behalen. Hebben jullie een beetje trek, jongens? Nou, ja. Oké, wat are you going to back? Nou, ik maak... Ja, dat zie je straks wel. Wacht maar gewoon even. Ja, ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten. Kom maar zitten. Nou, moet je toch even wachten. Ik vergeet helemaal wat. Hoe kan ik zo stom zijn? Ik vergeet wat. Ik vergeet een helm te dragen. Ik vergeet gewoon een helm. Ik bedoel... Ja, die helm redden wij, hè? Ja, en daarom draag je een helm, mensen. Ja. Kijk, want als je zo even wil roeren... Zag je dat? Zag je dat? En daarom draag je die helm. Kijk, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Verdomme, man. Alles gaat hier zomaar. No. Snap je wat ik bedoel? Nee. Dat is zo... Zie je? Die helm beschermt je. Doe nou even. Die helm beschermt je. Ja, dat verwacht ik jou.
Zie je wat daar ligt? Ja, je had hem kunnen saven, maar dat deed je niet. Wie gooide dat? Mees. Wat deed jij dat? Ik was het niet, hè? Ik liet alleen zien hoe effectief die helm was. Kut. Als je bukte net. Ik gooide echt perfect zo. Ja. En toen bukte je. Mensen kunnen niet normaal doen. Jullie moeten eens normaal doen hier in mijn huis. Jullie moeten echt even normaal doen in mijn huis. Ik vind het niet leuk. Kijk nou wat je doet, joh, strontjong. Nou, kijk. Gaan we verder met de les. We doen hier. 1 ei. 2 ei. 3 ei. 4 ei. 5 ei. Dat is wel goed. Ja. En dan hebben we hier de kookroom. Fuck. Shit, dat was dat echt te veel? Nee, dat is goed. Dat is perfect. Dat is precies wat ik wil. Witte eieren. Moet het niet geroerd? Ja, jawel. Ik ben bezig. Oké. Zo. Top, hè? Super. Zijn er bijna. Het is tijd dat de chef eventjes gaat proeven. Oh. Goeie. Ja? Ja. Dit is top, hoor. Dit is top. Dit is lekker, jongens. Dit is lekker. Nou, gaan we voor de tweede ronde. Ga jij het serveren aan je gasten? Zeker. We moeten alles... Ja. Kijk. Met boter. Zonder boter. Dank je. Alsjeblieft. En we gaan het even... Is die voor Mees? Mees? Ja. Eten? Yes! Woo! Lekker, jongen! Nee, ziet er goed uit. Lekker eten! We gaan even proosten natuurlijk. Het is geen kurk. Oh, jammer. Ik proef kurk. Ik zie hem zo te poppen. Jammer. Ik heb die helm op, hè, dus je kan zo ponk. Super. Nice. Pak even wijnglazen. Proost. Geniet ervan. Jeetje. Ja, het is lekker. Het is wel lekker, denk ik. Beetje oranje achter. Hey. Maar dan met friet. Ja, nou, welke slokje mee? Hallo? Kinderchampagne. Yes! Ik denk dat Enzo heeft gekookt. Oh, ik ben aan het verliezen. Mees! Clash Royale. Snel drinken. Doet die even cool om nonchalant doet. Ja. Oké, okay, helemaal top. Enzo die doet even de vaatwassen inruimen. Blijkbaar zat die klem. En ik schuif gewoon dit, schuif ik gewoon zo naar binnen. En nu allemaal glas. Oei, oei, oei. Nou, een wijnglas minder. Hadden we 4, nu nog maar 3. Nou, we maken er toch nooit gebruik van, dus boeien. Beetje ketchup erop. Jij een beetje curry erop. Lekker hoor. Oh, heerlijk. Dankjewel voor het eten en zo. Alsjeblieft. Oeh. Hele goeie. Hele goeie. Mag het naar je naam? Dat is een Chinese benaming voor lekker. Nee, even serieus. Je mag het namaken thuis. Mag. Ja, er zit er geen recht op. Op dit gerecht voor mij. Wat er nu gaat gebeuren, heb ik ongelooflijk veel zin in. En dat heb ik al een hele tijd niet meer gedaan. En waarom eigenlijk nu niet? Want je moet afstand houden. Nou, dat gaat sowieso goed komen wat er nu gaat gebeuren met afstand houden. Ik ga op de motor. En dan heb ik het niet over deze kleine jongen. Nee, dan heb ik het over de grote motor. De Yamaha MT-10. Die in de garage staat. Laten we even kijken nemen. Dit is zo sick. Super veel zin in. En er gaat iemand bij me achterop. Maar eerst wordt de auto eventjes weggehaald. Want als de auto wordt weggehaald, dan komt de motor tevoorschijn. Kijk, de auto is weg. En wat hebben we hier? Ta-da-da-da-ta-ta! Gruwelijk, mensen. Gruwelijk. Zoveel zin in. Losse sleutel. Ziet er een beetje sneu uit. Maar als het goed is, is dat de motorsleutel. Ja hoor. Yeah. En Mario gaat achterop. Yes. Kijk nou hoe cool ze eruit ziet. Dat is jouw jassie. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Petje af. Ik moet nog wel even wat meenemen voor onderweg. Oh, we moeten nog even wat hout verzamelen. Ja. Nee, even wat, wat steen. Oh ja. Oké, okay, ik heb genoeg steen. Nice. Nu kunnen we gaan.
Het enige wat ik nog niet helemaal compleet heb, dat is een goede motoroutfit. Want de motoroutfit die ik vorig jaar had, die is gewoon te klein geworden. Ik heb namelijk best wel veel gespoord en dingen. Dus de broek zit te strak en dat soort dingen. Maar dat wordt allemaal gefixt. Ongelooflijk hoeveel zin ik hierin heb. Ja, ik heb ook echt heel veel zin in. Gewoon even lekker uitwaaien op de motor. Even lekker naar buiten. Heerlijk. Kijk hoe vet, mensen. Hallo? Hey! Vlees, hè? Wat zijn we aan het doen? Oh, pasta maken. We zijn gewoon zelf pasta aan het maken. Check eens hoe nice. Ja, sick hoor. Zelf pasta maken. Dit is een nieuw recept. Heel erg nice. Oh, dit ziet er satisfying uit. Helemaal zelf gemaakt dit, joh. Dit is wel echt cool, een eigen pasta maker. Oh, wow. Oh mijn god. Oh mijn god, alles springt eruit. Wajo! Het staat te hoog, het springt eruit! Waarom doe je niks? Hij staat nu lager! Wajo! Oké, het gaat lekker, dames! Net een Italiaanse keuken, toch? Erin, deze erin. Ja, gooi het maar in. Oké, de pasta gaat erin. Het motorrijden was trouwens super nice. Het geeft sowieso altijd al een beetje een vrijheidgevoel, maar nu de extra nadruk op vrijheid, omdat je dan gewoon lekker in de vrije omgeving kan rondtoeren. En al helemaal tof dat Myron bij mij achterop durft. Ondertussen hebben de dames het eten klaar. En dit is... Ja, dit ziet er beter uit trouwens. Kijk, ja. Dit ziet er beter uit. Het is Italiaanse pasta toch gewoon? Met gehaktballen. Ja. Super nice. En zelfgemaakte gerolde pasta. Zelfgemaakte gehaktballen ook, hè? Ook dat. Alles is zelfgemaakt. Alles? Jullie hebben helemaal lopen kneden ook. Ja, ook die saus, hè? Ook die saus is zelfgemaakt. Lekker hoor, ik wil even een goed hapje nemen. Met een balletje erbij, hè? Ja. Er zit wel extra zout in. Een hele bal? Jeetje. Een hele bal, ja. Doe dat. George in the jungle. Lekker. Ja, dit is wel... Oh, ja, daar is auw! Auw! Je hebt toch een helm op? Wow, je sloeg echt hard! Ze sloeg echt hard! Goeie joh! Ze sloeg echt hard, ja. Ja! Wel ja! Nee, ik dacht gewoon zo. Ben je boos? Nee, heb je agressieproblemen? Jij zei dat die helm overal handig voor was, want... En dan deed ik even zo. Ja, daar is die helm ook handig voor. Nou, ik kan mijn bordje verder leeg eten. Ik ben bang dat je gaat slaan nu. Je kon niet meer met mijn woorden. Auw! Auw! Die doe jij eens op! Komt-ie, ja? Ik vond het helemaal niet hard.
Ben je er klaar voor? Ja. Doe het niet zeer. Zo, dit staat je wel goed hoor. Dit is weer zo. Ja, netjes. Oké, ik ga mijn bord lekker opeten. Oh! Ja, niet jammer. Wat doe je? Ik wou hem bij haar ronden, maar ik wil met die zijkant zo tegenhouden. Maar dit klinkt pijn. Alles klinkt ook hard gewoon met die helm op. Mag zo. Ik ook slaan nu? Die koolstaten wel hoor. Ja. Yes. Ben je met je vuist? Ja. Oké, okay, nou ik ga lekker smikkelen. Ik dacht ik ga een keertje vroeg op bed, maar dat is niet helemaal gelukt. Het is ondertussen 2 uur in de nacht namelijk. Het zwembad, ik ben er echt heel erg blij mee, daar kunnen we nog steeds lekker in zwemmen. En het mooie is, omdat we hem nu al een paar dagen hebben laten staan, zijn de Orbeez veel meer gevuld met water. En is er dus bijna geen water meer in dit hele Orbeez zwembad. Dus dat is echt super nice. Dus eerst als je erin ging, dan was je echt zeik en zeik en zeik nat. Maar als je nu met een t-shirt hierin gaat, dan is geen eens je hele t-shirt nat. Dus dat is super nice. En het is ook wel grappig om gewoon wakker te worden in de ochtend. Hierin te duiken. Gewoon helemaal wakker zijn. Even lekker afdouchen. En dan de dag te beginnen. Dus dat is echt super nice. Ik ben er heel erg blij mee hoe het gaat met de vlogs ook de afgelopen tijd. En ik vind het tof dat ik heel erg veel mensen kan helpen door ervoor te zorgen om deze vlogs te maken als gewoon gekke, leuke afleiding. Dus bedankt voor alle lieve reacties en bedankt voor de bizarre blauwduimpjes omhoog de laatste tijd op de vlogs. Het doet me echt heel goed. Dankjewel daarvoor. Ik zie jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace! Knol Power!